vrije delen van de trust. Dit had ze niet verwacht, want het gebeurde gisternachten. Hij het meisje dat vertelt over hoe hij naar de last. Die jongen met de poster van een film op zijn raam. Die jongen met de pet, die jongen zonder naam is. Niks meer dan een bloedspoor op de muur en niks meer. Dan weer een slechte look van mijn buurt en niks meer. Dan weer een goed gesprek bij de kapper en niks meer. Dan weer een goed gesprek bij de bakker. Maar ik heb hem gesproken en het ging over muziek. En hoe hij droomt over staan op de bühne voor het publiek. Hij vroeg me op de tijd dat om te horen wat hij maakt. Maar ja, ik had het te druk en nu is het te laat. Die jongen van de buurt, die jongen van de flat. Het is die jongen met de pet. En gisteren op het nieuws was die jongen van de flat. Die jongen met de pet.